En daar komt er eentje aan, maar die heet Kandel. Ja, met een G. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reet zondag 5, ja, de 5e van de 12e, dus ja. Sinterklaas, hè? Ja, dat hebben we altijd 5 december. Sinterklaas, ja, nou ja, veel plezier ermee. Ik doe er niet meer aan mee. Nee, ja, ik vind het wel leuk hoor, daar niet van. Maar ik heb niemand om een cadeautje te geven. Nee, ze zijn allemaal groot in het huis. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ik wens jullie wel en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en ik vergeet ook de laatste dagen steeds weer een slot eraan te maken. Maar ja, wat hevel is, hè, als je met je hoofd ergens anders bent dan waar je wezen moet. Maar in ieder geval, we gaan er gewoon straks weer tegenaan. En we gaan gewoon weer lekker aan de wandel met die dames. Dat is er één ervan. En die andere die zit daar weer zoals normaal. Hé, Rijka? Rijka? En daar komt er eentje aan, maar die heet Kandolf. Ja, met een G. Hè? Ja, G-A-N-D-A-L-F. Ja, Kandolf. En dat spreek je gewoon uit als een harde K. Maar het is een G waar je het mee schrijft. Ja, ik kan er niks aan doen, maar het is wel zo. Hé, Rijka? Koekoek. Hi, meisje. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ja, gewoon weer proberen te genieten, ondanks dat het, ja, grijs, grauw en triest is. Maar het is droog. En daar hebben we het maar weer mee te doen. En wat we verder gaan doen, ik weet het niet. Nee, in ieder geval met meiden lopen. En voor de rest, ik zou het niet weten. Nee, er valt ook niks te doen. Ja, een vlog in elkaar zetten. Ja. Dat, maar ja, ik weet het allemaal niet. Misschien ga ik ook nog wel, ik moet nog iemand, hoe heet dat, een plaatje afmaken voor iemand. En ik had eigenlijk voor de kerst ook nog wat willen maken, maar ik weet het allemaal nog niet. Nee. Je moet er ook zin voor hebben. Ja, wat grompert. En hoe? Wat leg je dat toch mooi, hè? En dat vacht, dat glimt ook zo mooi. Hé? Zie je? Jong. Hé? Boefie. Ik zal eens even kijken bij Rijka. Die zitten pootjes te warmen. Ja, pootjes warmen, hè? Dat wordt heet, hè? Ja. Ja, wordt warmpies, hè? En dat is heet, hè? Ja, dan moet je ze ook daar niet op zetten. Kom op. Kom, hup, oeh, bom. Die kachel is heet hoor, hé. Hey. Ja, die kachel is heet. Rijka. Jullie zijn gek. Maar ja, dat wisten we al. Of niet dan. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon weer genieten op deze zondag. Met alles wat jullie doen. Cadeautjes uitpakken, op visite gaan. Noem maar op. Geniet gewoon met alles. En geniet ook. Zeker dan weer met ons mee. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb maar weer even een lekker bakje koffie voor mezelf gemaakt. En ik zit met mijn spel, zoals jullie dat zien. Eindelijk weer even een keer, alweer 2-3 dagen niks gedaan of zo, ik weet niet. En daar ligt er eentje op de bank. En voor het keukenraam zit er een. En ik heb net de kwast weer aangedaan, want het is maar 19,5 graden. Dat vind ik een beetje koud, ja. Dat is niet lekker. Maar ik ga, als ik mijn koffie op heb, er weer heel even vandoor op mijn scootmobiel even naar de... Vanger, wat moet jij? Wat moet jij?
Ja? Wat moet jij dan? Ja, het is koud, het is triest, het is raar rot weer. Ja, ik vind er geen ballen aan. Nee. En ja, ik was eigenlijk ergens nieuwsgierig naar, maar het is zo bagger koud om daar naartoe te rijden. Om te zien of het daar ook versierd is. Maar dit is zo koud. Ik kleed me ook wel zo meteen wel warm aan. Ja, mijn hoedje op. Ja, het is niet van het lekkere weer. Nee. Dus ja, dan wil je wel warm aangekleed de deur uitgaan. Hé, dames? En jullie blijven lekker toe. Ik ga op de scootmobiel even naar de Vomar. En ja, ik weet niet. Vroeger was er al. We hebben hier een wijk. Heet Huis Duinen. Maar dat was vroeger een dorpje apart van Den Helder. Maar nu zit het bij Den Helder, het is gemeente Den Helder. Dus ja, het is allemaal aan elkaar vastgegroeid, laat me zeggen. Maar in ieder geval, dat was vroeger altijd heel mooi versierd. Want je had daar hele dure huizen, dat zijn mensen met meer geld dan dat ik heb. Maar die staan een beetje in de duinen. Een beetje omhoog, een beetje naar beneden, een beetje zo, een beetje zo. En dat was altijd heel mooi versierd. Reden we altijd met de auto langs en dat was prachtig. En daar ben ik eigenlijk wel weer nieuwsgierig naar. Dus ja, ik denk dat ik dat toch, ja, als het droog mag blijven, dat ik dat even doe. Gaat het wel weer planksen, dan doe ik het niet. Nee, want ik heb dan geen regenkleding aan en om natter te worden dan het nodig is, dat vind ik ook niet fijn. Nee. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon weer verder van jullie dag. Doe het met een lach. En wees lief voor elkaar en naar elkaar en met elkaar. En we spreken elkaar later weer. Nou, zoals jullie zien, er is wel wat versierd al. Ja. Gaan even eerst die kant op. En het is koud en ik heb nog geen handschoenen aan. En het doet zeer. Oh. Hier een boompje versierd. Echt heel mooi. Vlaggenmast. Kan ik ook doen. Dat heb ik ook al een keer gehad. Nou, dan gaan we weer terug. Dat zijn gewoon normale huizen. Die hebben bijna niks aan enkel achter de ramen. Dan gaan we die kant weer op. Oh, en dan wordt het koud. Oh. Kijk, een komeet. En dan gaan we die kant op. Ook een vlaggenmast. Vraag je dan af, waar halen ze die stroom vandaan, hè? Vooral uit die bomen die aan de weg staan. Zoals dit.
wat is dat erg? Kijk dan. Mooi, hè? Oh, kijk hier gekleurd. Is het koud? Dat is ook mooi achter de ramen. Dag dames. Ik ben aan het vloggen hoor. Sorry. Kijk dan. Oh, die is ook mooi. Ik zal... Mooi. Echt gaaf. En daar nog een boompje. En dan is het klaar. Ja. Dit is echt heel mooi, lieve vrienden. Maar ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Straks in de vlog. Vandaag op morgen. En tot later. Lieve vrienden. En toen werd er ergens het licht aangedaan. Speciaal voor ons. Dus ik zou zeggen. Kijk jullie ogen uit. Ik ben even tatten een beetje opgereden. Kijk. Dat waren die twee kerstboompjes achter het, de ramen. Maar nu even. Aan deze kant. Hoe mooi is dat dan? En het beweegt ook nog eens een keer, hè? Is dat niet mooi, lieve vrienden? Echt geweldig, hè? En degene die dit bedacht hebben, waar zijn die nou? Ja, oh. Die zijn hier. Wil je er niet op? Ik draai het helemaal weg. Je mag erop, hoor, als je wilt. Ja, maar op. Maar dit is echt geweldig. Echt zo super mooi gemaakt. Ja, ik vind dit geweldig. Dus geniet ervan, lieve vrienden, wanneer dit online komt. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik weer thuis. Mijn haar zit er niet uit, maar het is lekker belangrijk. Ik ben in ieder geval weer heel uit thuis. Maar oh, wat is het vreselijk koud. Ik heb pijn in mijn tenen, ik heb pijn in mijn vingers. Want ja, ik kan niet je toestel bedienen met handschoenen aan, nee. Althans, ik niet, want je moet ook met je vinger achter door een ring heen van achteren. En dat gaat niet met de handschoenen aan. Nee, daar is die handschoenen dan weer te dik voor, weet je. En dan kan ik wel weer dure thermohandschoenen kopen, maar ook daar blijven je vingers niet warm in. Echt niet. Maar ja, ook heb ik dus boodschappen gedaan en twee flessen wijn gehaald. Eentje, dat is de welbekende kluwijn. Ja, die kun je koud en warm drinken. Die, dat is lekker. Zo koud en ik heb die. Dus ja. Maar ik heb net een merlot wijntje leeg, een fles. Dus nou neem ik de kluwijn. Ja. En ik zal dat allemaal even opruimen. Brood heb ik. Ik heb nog wat lekkers meegenomen voor de feestdagen. Er is ook nog een blikje bij. Dat is dit dan. Heb ik dat ook zo vast al. Iedere keer een beetje langzaam de rand wat bijkopen. Wat is dit? Gewoon even iets warms na die plainsbui staat erop. Het is kalfsvleesragout. Nou, ik vind het lekker. Ja, enkel ik vind die bakjes wel klein. Ik ben dat die grotere gewend. Nou, eieren. Ja, heb ik ook weer nodig. Nou ja, en er zit er nog een fles vloeibare bak en braad. Oh ja, dat haar. Nou ja, pech hoor. Dus ja, ik ga lekker een bakje koffie maken. Ook zit er nog een bounty in. Dus ik ga even een bakje koffie doen. Kijk, warm worden en even genieten. Daarna moet ik zo meteen weer met de dames uit. Want ja, die moeten ook weer pissen en poepen, hè. Ja, en dit is zo'n beetje 6:15, geloof ik, dat ik dacht dat het wordt. Blub, blub.
Even koekeloeren, jeetje, ik zie het niet. Ja, 17:53 en ik ben 2 minuten voor. Dus ja, dan weet je gelijk hoe laat het ongeveer is. Dat ik het toch knap had gedaan. Helemaal, ja, dat heen en terug. Je rijdt over de vlakte en dat is dan zo geweldig, vreselijk koud. Oei, 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 oei. Maar het was wel even leuk en de moeite waard, vond ik. Ja, ik hoop dat jullie ook nog genoten hebben. Ja, ik zelf wel. En vooral die kerstman die speciaal even voor ons werd aangedaan. Dat was helemaal grandioos. Maar ik vond het mooi. Ja, echt. Nou, ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ik vergeet jullie niet. En als jullie mij dan ook niet vergeten en even de duimpje omhoog doen en eens een keer een leuke reactie eronder zetten, dan ben ik helemaal in mijn sas. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later.